Zo. Goedemorgen. Zie je ook even goed in beeld. We gaan vandaag iets doen wat ik voor het laatst gedaan toen ik een jaar of 4-achtig iets was. En we gaan naar, is dat te zien daar? Ja, ja, museum staat er alleen, dat is niet echt duidelijk. Maar we gaan naar het Openluchtmuseum. En dat is in Arnhem. En vlakbij bij Burgers, Burgers Zoo. En ik zeg, ik ben al... Denk 36 jaar niet geweest. Waar ben ik dan naar de basisschool ooit geweest? Maar ik weet het niet zeker. We weten het in ieder geval, het is lang genoeg geleden om het niet meer te kunnen herinneren. Dus we gaan gewoon zien wat het museum ons brengt en of er leuke dingen te zien zijn. Pas wel. Ja toch? Klein stukje Amsterdam. Wij gaan richting de tram. Dus je hebt en Amsterdam en de Rotterdamse tram. Met het oude Rotterdamse logo nog. Goedemorgen. Daar ja, zijn? Daar, ja, daar. Vandaag in 1931. En het achterste stuk is van 1949. We zijn inmiddels de Houtlaan gepasseerd. We zijn in een hele mooie muur, kunstwerk. Die stenen zijn gebruikt over het hele terrein. Dit is ook een landgoed dat ons ooit geschonken is. Het is 88 voetbalvelden groot. Ook de oude ingang met een mooie tuin daarvoor. Een theehuisje. Kijk nou. Oude Renault 4. Die huisjes kan je allemaal in. Ik weet dat we toen nog brood gekocht hebben. Ja. Inmiddels sjokken we langzaam naar linten en tuinen. Het is de place to be voor kinderen. Want hier hebben een spiksplitter die we schilderen. De goede moordenaar. En het kindererf, daar kan je de boer en de boerin helpen. We rijden op naar het platteland. Dat zijn de drie noordelijke provincies waar we boerderijen van vindt. En dan gaan we naar het dorp. Het middelpunt van het museum. Van hieruit kun je eigenlijk alles bewandelen. Daar hebben we een remise, een replica. En er staan nog meer trams in. We hebben Van Gent en Loos en in het diligence wordt er een mooie film gedraaid over het verwerken. Er zijn koopwoningen in het dorp te zien. Er is een bakker, daar hebben ze hier poffertjes, biologische frieten, je kunt op de foto. Kortom, het leven zit in het dorp. Kijk nou, wat een leuke huis. En voor wie van molens houdt, de volgende halt is dan een hele mooie om uit te stappen. We gaan richting de Zaanstreek. Een halte erve heet het op de kaart. Er zijn ook verschillende boerderijen. En scheepswerf. En iedere molen heeft zo zijn eigen verhaal. Dit was echt we staan er 12. Oefen. Dat is dan de halte Entree waar we naartoe rijden. En... Hier liggen ook twee sporen doorheen. Ook hier is natuurlijk van alles te zien, vooral veel geschiedenis uit Gelderland. De eerste staankerpen, de Molukse barak. Dus het museum, winkel en het kanoncafé. Het straatje uit de Jordaan. En er staan verschillende vorken om leuke foto's mee te maken. Dit is wel de entree. Nou, zoals de tramrit dus net al een beetje liet zien. Het zijn dus allemaal oud-Hollandse dingen die hier terug te zien zijn. Daar een oliemolen. Ja, nog een oude schuur. Ja, eigenlijk niet. Hij is warm en dan oude slijpsteen.
Ja. Heb jij een Amerika shirt aan trouwens, valt me nou ineens op. Ja? Met alle plekken waar we bijna geweest zijn. Een kleine boerderij. Twee bedsteden. Zelf met z'n viertjes. Wat is dit voor gezelligheid? Even kijken, het is een daglonershuisje. Dus dit is, zal ik maar zeggen, echt een hutje op de hei. Dat als je geen. Als je bij een boer werkt, maar je woont te ver weg, dan krijg je zo'n soort huisje. Wat leuk. Doe een beetje denken aan de 7 geitjes. Ja. Daar komen we vandaan, of nou richting de moeilijkste barak. Joppe, Gorssel, Harrisse, Lara en natuurlijk Batman. Zo. Echt een kelder met, dat is echt een pantry, zeg maar. Aardige mensen. Veel ruimte zullen ze hier trouwens niet hebben in dit kamp. Al die koffers en daartussen nog wel eens 5 van die kleine doerakken die de hele dag lopen te ravotten. Doerakken, hoe durven ze? Schorrimorrie is het. Nou, een echte vakantiestaakcaravan. Van vroeger. Oh. En, voel je al thuis? Nou, hartstikke. Suzie zei dat je er omheen kon. Dan ga gelijk een heel ander parkdeel in. Nee, niet naar links. Dan ook een pad op. Nee, zo dan. Ja. Dat is toch geen hondending, man. Kijk dan. Ja. Deze is in ieder geval gerenoveerd. Ja. Computer erbij, printer. Ja. Dit zou zo'n vakantiehuisje kunnen zijn nog. Oh, dit is ook helemaal. Mooie badkamer. Geen idee, ik heb dit hier nog iemand woont. Ik weet niet, ik ga even kijken. Maximaal 8 personen. Het is helemaal leeg. Zo. Gave kamer ook. Wauw. Dit vind ik dan net even een tandje te eng. Het is een badkamer en je hoort kinderen plonzen, ja, maar ze zijn er niet. Waarom? En nog een kinderkamer. Dat zijn tenminste kamers. Leuk hè? Een stal. Is dit nou echt of is dit... Dat is echt... Holy shit. Er ligt hier een echt vark. Oh, met biggetjes. Oh. Kijk nou. Oetje, koetje, koetje, koe. Verse spek. Wat schattig.
Waren de mensen vroeger maar 1 meter? Hè? Of sliep je met je knie omhoog? Oh, er zaten haakjes tegen de tafel. Nee, maar de mensen waren heel klein. Ik ben nog eigenlijk 50 jaar. Nee, maar dit hier kan toch... Ja, dat is het enige. Ik denk het. Dat lijkt me wel het logische. Dat had de familie Klooster ook. Nee. Dat hebben ze hier ook van je. Zo. Een pomp in de kelder. Hier ook weer zo'n pomp voor het kelder. Ja. Oh, zo rookt zomaar. Zo rookt hij van oma. Dat gaat ook uien liggen waarschijnlijk. Maar misschien dat een van de kijkers dat wel weet. Hoe sliepen ze vroeger in een bedstee? Was dat zittend? Was dat met knieën opgetrokken? Was dat liggend? Als je het weet, laat het gewoon maar in de comments achter. Nou, Suus, doe eens even teliak, weet ik wat. Wat is dit? Dit is een TBC-lighuisje. Dus als je dat TBC hebt, dan lig je lekker met je smurren in de. Precies, dus als je zou maar zeggen doodlegde hoest, heb je in ieder geval de zon hier, Murf. En dit is van... Ja, Smurf mag ook. Ik keur het goed. Wij zijn van de Avatar, hè, dus het is blauw. Maar afdeling Oost. Het is een TBC lichthuisje. Dus als je zou maar zeggen, kapot, hier leg je kapot te gaan, zeg maar. Ja. Leg je je longen eruit te hoesten en dan kun je gewoon lekker van de zon genieten. Een soort Hawaii, maar dan in Oost. Ja. Zeg Suus en moeder, ik wil zo wel even nog bij het slot kijken, hoor. Het slot, ja, er is daar een slot. Kijk maar, achter de bomen. Achter de linden. Zeg geen linden, maar... Ja? Als we naar de Ark zo lopen, dan lopen we over het bruggetje. Langs de molens? Ja. Yes! Met een zitje, kunnen we daar ook zitten? Ja, dat zijn stoeltjes, dus ja, je kan er zitten. Maar in de zin, mogen we daar ook gewoon ons bammetje eten. Weer een rondleiding. Een mooie ouderwetse molen, een ouderwetse scheepwerf, een houtzaagmolen. Is die open? Gaan we binnen kijken dan? Nou, wat leuk! Oh, lekker hè, dat zonnetje. Ze gaan hier zo dak. Sluit haar ramen. En wat voor woning? Een koopmanswoning. Een koopmanswoning. Kijk, daar is Piet, Larwijk, de eenzaamheid, 4 suikerplantages over zee. Een erfenis met een schuld van 90.000 gulden. Er moet daar echt veel harder gewerkt worden. Nou, dit is wel gewoon een chique woning. Ik zal het niet zien. Maar hij is beter als het goed mooi dan een veldstraat. Maar wat wil ik ermee? Ik ruik poffertjes. Wel Ben & Jerry's ijs. Oh, dit zijn restaurantjes allemaal. Ja. Ja? Nou, postwagen. Van Gent en Loos bestel- en afhaaldienst. Jazeker. Ja, beter bekend onder Amiezen. VGNL. VGNL, ja. Nummer 34 is dit. Ja, dat staat echt. Die hebben ze ook nog. Wat die aan het doen zijn.
yams, vruchtenconserven. Voor mij is dat vers. Die kinderen ook naar Deventer. Hier is een zin, maar kom maar eraan. Dit. Ik weet het, ik snap wat je bedoelt. Die rondleiding die wij een ding hebben gehad toen. In het gouverneurshuis. Ja. Bij Luttinghuizen. Geen flauw idee. Oom Leo had toch maar één been? Oh. Oh echt, maar hij komt wel de trap op. Goed, we zijn dus bij de roombotenfabriek. Kennen we hier ook naar binnen? Kaasbaden. De waskamer. Ja. Ja, moeder. Een watersnoodhuis. Nou, een Tilburgs huis voor Suus. Herken je al wat? Ja, hartstikke. Nou, wij zijn zo in de wc. Wat is dat? Dat is een buiten binnen toilet, binnen buiten toilet. Ah, ja, daar staat het bordje daar. Wat is dat bordje? Oh, dat, ja, oeh. Creepy. We worden hier al een stuk moderner, Suus. Ja, dit is echt high-tech. Kijk, en hier hadden ze de... Missie. Missie. Dat is heel wat, hè. Zo'n eigenlijk smalle plek. Babels Rian, in Utrecht, in huis. Ja. Er zit er nog een naast, maar... Het is een beetje... Zo.
Waarom? Wat kijkt ze ook eng? Dit is meer zoals ik het ken. Dit is jaren 70. Wat een enge poppen. Maar hij zit er niet bij. Dit is echt wel een beetje, dit is wel herkenbaar al. Ja. Alleen zitten twee vreselijke enge poppen binnen. Ja. Oh, hier is ook pas eentje geboren, dus daar is hij dood. Ja. Tijdreis van 4 tabakstronen. Ja. Dit is wel grappig. Van heel oud naar jaar 70. Is hij niet echt, nee? Zo. Nou, daar moet je hele goede ogen voor hebben om daar doorheen te kunnen kijken. Even ook speciaal voor hun gek, zeg maar. Goed zo. Nee, bij het openhouden. Ja, doe maar. Nog even. Waar? De honger, echt. Ja, ze kijkt geïrriteerd. Ja. Er is iets, iemand is zich aan het wassen en die doet er veel te lang over. Ik vind het echt een beetje, deze vind ik echt creepy. Hier. Ik hoop dat dit... Oh, lekker. Ja? Bospad af, vrij snel naar beneden. Dit voel ik gewoon serieus in mijn kuiten. Blech. Nog een molen. Het is een beetje zo'nzelfde molen als bij ons staat, denk ik. Of niet? Dezelfde trap. Wil je hier ook naar beneden? Ja, maar maak eerst mijn foto's. Ga ik gewoon meteen achterwaarts terug. Max, even wachten. Ja. Vrouw wil even foto's maken. Zo. Toen waren we weer helemaal rond. Dan hebben we nog maar één ding te gaan. Dat is het Amsterdamse straatje, zeg maar. Het Mokumse ding. Geen toegang. Wat leuk. Hallo. Wat gezellig. Met de mooie muziek. Hoe is cozy? Dit is gezellig. Wat leuk. Café Tante Stien.
Wat? Wat is dat? Zo, de steenkop. Tering. Ben ik echt letterlijk een steenkop. Het ruikt ook zoals de... Wat is dit? Een postkantoor. Dat was het dan. Ja. Het is jammer dat je dan niet... Want hierboven zit ook nog... Ja, maar je hebt nog twee hele verdiepingen waar je gewoon niet kan komen. Dat is wel jammer. Zo. Nou, dat was... En daar is de... De uitgang, ingang. Nou, maar dat laatste stukje zicht op 020. Vreselijk. Hartstikke gewillig. Wat vinden we ervan? Ik vind het wel leuk, hè? Ja, het is een museum, dus ik verwacht geen spectaculaire dingen, maar het is wel superleuk gedaan allemaal. Er zijn overal bordjes bij met informatie wat is. En superleuk om te zien. Leuke routes ook. Dus mocht je in de buurt zijn, zeker een aanrader. Wij raden hem aan, wij hebben het leuk gehad en wij gaan jullie vanaf hier verlaten. En tot de volgende vlog. Tot de volgende keer.